Inwoners Neder-Rasselt komen in opstand vanwege plannen om 150 asielzoekers te huisvesten in het kleine dorp. Nou, het was sowieso heel verschrikken, want ja, je hoort alle verhalen van Gaven en we wonen daar eigenlijk echt bijna op. Zo kan je het eigenlijk wel zien. Het is niet meer echt een AZC in het dorp, maar het is een beetje, je woont op het AZC. En verder in het nieuws vandaag. Gemeente Nijmegen stemt toch in met plannen om Keizer Karelplein te veranderen. En noodkreten over Duitse grenscontroles blijken loos alarm. In Neder-Rasselt komen inwoners massaal in opstand. De gemeente heeft plannen aangekondigd om voor een periode van 15 jaar tot 150 asielzoekers te huisvesten in woningen aan de Eindsestraat achter tuincentrum Heren. Omwonenden hebben een petitie gestart die inmiddels al meer dan 1000 handtekeningen heeft verzameld. Op 25 september ontvingen bewoners een brief waarin wordt aangegeven dat er een woningbouwproject wordt gerealiseerd. En dat een deel van deze ontwikkeling kan worden benut voor asielzoekers. Maar toen zij zich gingen inlezen in het raadsvoorstel, kwam dit niet helemaal overeen. In het raadsvoorstel wordt in principe niet over woningbouw gerept. Wat daarin staat is dat de gemeente min of meer overweegt om het over te dragen aan het COA. En wij weten allemaal dat het COA alleen asielzoekers opvangt boven de 150 asielzoekers. Terwijl het de spreidingswet aangeeft dat de gemeente Heumen 105 asielzoekers op dient te nemen. Dus dat is al meteen fors meer. Daarnaast is het ook zo dat de spreidingswet, het woord zegt het al, dat het over de kernen verdeeld moet worden. En in dat raadsvoorstel staat dat het op één locatie zal gaan komen. De stuurgroep geeft aan niet tegen asielzoekers te zijn, maar zij vinden het aantal asielzoekers niet passend voor het aantal inwoners in Neder-Rasselt. Wij zijn een dorpje van 800 inwoners en er wordt dus eigenlijk minimaal gesproken over 150 asielzoekers op 800 inwoners. En die omvang kunnen wij als dorp niet dragen. En het dorp heeft ook al een voorproefje gehad. Aan de andere kant van de Maas, in Graven, is sinds 2016 een AZC wat plek heeft voor 600 bewoners. Ook Evi, een bewoonster van Neder-Rasselt, is niet blij met de nieuwe plannen. Ze woont op slechts een steenworp afstand van de beoogde locatie en maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van de jonge meiden in het dorp. Ik denk dat van jeugd en jonge meiden, ik bedoel zelf ook wel, en ik heb het vaker meegemaakt ook, dat je dan gewoon, mannen zijn wel, sinds we alle omgangsnormen heb ik het idee in ieder geval, en je wordt er een beetje ingezogen, heb ik het idee. En zij vinden het allemaal heel goed en ze spreken je aan. Alleen voor mij, als mij, denk ik dat het heel beangstigend is. En normaal heb je dat misschien wel in de grote steden en ergens anders. Maar dit is toch een beetje je veilige haven. En als dat dan zo 20 meter van je huis af is, ik denk dat het dan een beetje inbreuk op je veiligheid of je gevoel. In de afgelopen weken is de stuurgroep al met verschillende raadsleden in gesprek geweest. Waarin zij zich gehoord voelen en vertrouwen hebben dat het plan in overweging wordt gebracht. Maar wel willen zij meer worden meegenomen in de stappen die er worden gezet. Waar we minder serieus gevoeld in worden is dat er wordt gesproken over dat er vooropstaand 26 locaties waren die onderzocht zouden gaan worden. Daar krijgen wij als inwoners nul inzicht in wat er dan is onderzocht en welke criteria daar dan aan vastzitten. Ja, daar hebben we wel ernstig onze twijfels over. Zo van, is dit dan oprecht de enige geschikte locatie? Donderdagavond om 8 uur vindt hierover een commissievergadering plaats. Iedereen kent hem wel, het Keizer Karelplein. Toch zal deze iconische rotonde aangepakt worden. Dat heeft de Nijmeegse gemeenteraad besloten afgelopen woensdag. De werkzaamheden rondom het Keizer Karelplein zijn niet de enige in het gebied. Het gehele stationsgebied zal vernieuwd worden. Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad besloten dat het Nijmeegse Keizer Karelplein versmald zal worden. Het versmallen moet ervoor zorgen dat er meer plaats is voor overig verkeer. Fractievoorzitter van de Nijmeegse tak van GroenLinks, Kierijn Lokker, legt uit wat de ambitie is van het befaamde verkeersplein. De nieuwe inrichting van het plein moet ervoor zorgen dat mensen het weer een fijne plek gaan vinden. Mensen gaan het echt alleen maar als doorgang doorheen. En het zou mooi zijn, en dat is de ambitie in het plan, dat het Keizer Karelplein ook echt een plek is. Om net als toen het ooit is aangelegd, dat je hier weer kan wandelen, kan flaneren, zoals dat toen de bedoeling was. En dat er ook meer ruimte is voor voetgangers, meer ruimte voor groen, meer ruimte voor fietsers. En dan moet er een klein beetje misschien van het binnenkant voor de auto's weg, maar dat vinden we het meer dan waard. Naast de verbouwing van het Keizer Karelplein zullen er meer werkzaamheden gaan plaatsvinden in het Nijmeegse centrum. Het stationsgebied zal worden aangepakt en ook de toegangswegen richting het centrum zullen op de schop gaan.
Zo zal aan de westzijde van het station een nieuwe entree komen en aan de voorkant zal het busstation worden uitgebreid en komt er een nieuwe fietsenstalling. Ook de Nassau-singel en de tunnelweg zullen versmald worden om zo meer ruimte te maken voor fietsers en openbaar vervoer. Volgens mij wat heel belangrijk is, is dat we een aantrekkelijke stad zijn en een fijne stad om te wonen voor al onze bewoners en ook voor mensen die op bezoek komen. En dat ze hier zo makkelijk mogelijk kunnen komen. Voor ons is niet het heiligste dat mensen altijd met de auto moeten komen, maar dat het fijn is om hier te komen. Dus als dat met het OV is, met de fiets, de voetganger en ook mensen met de auto, voor wie de auto noodzakelijk is, is dat volgens mij prima. Lokker legt uit dat het versmallen van het Keizer Karelplein niet alleen meer ruimte creëert voor andere vervoersmiddelen, maar ook voor woningbouw en het verduurzamen van het gebied. Ja, er zijn hele mooie plannen. Eigenlijk plannen voor het hele stationsgebied, dus van hier het Keizer Karelplein tot aan de andere kant van het station. Om eigenlijk in de komende 10, 20 jaar 2500 betaalbare woningen toe te voegen, heel veel groen toe te voegen, te zorgen dat het station ook echt klaar is voor de toekomst en te zorgen dat we dat gebied, wat het ook wel echt een beetje nodig heeft, goed wordt opgeknapt. Dus meer ruimte om te verblijven, meer groen en meer ruimte voor fietsers en voor voetgangers. De fractievoorzitter vertelt wel dat Nijmegen dit samen moet doen en dat er snel de eerste stappen moeten worden gezet naar een vernieuwd gebied. Maar je moet op een gegeven moment een keer zeggen, hier gaan we mee beginnen. Dat doen we met heel veel grote plannen in onze stad, zodat we ook met de hele stad er naartoe kunnen werken. En zodat ook iedereen op tijd mee kan praten over wat ze belangrijk vinden in het gebied. Want het duurt 10 tot 20 jaar, dat is echt heel lang. En volgens mij is het dan juist goed om aan de voorkant goed te vertellen, dit is waar we uiteindelijk met z'n allen op uit willen komen, dit is waar we naartoe willen. En dan ook maar gewoon echt eerst te gaan beginnen. Het gemeentebestuur van Overbetuwe wil tijdelijke woningen bouwen voor 120 arbeidsmigranten op een industrieterrein in Elst. Dit moet overlast in woonwijken tegengaan en de druk op de woningmarkt verlichten. De gemeenteraad moet nog wel groen licht geven voor het plan. De huisvesting in de Merm Oost krijgt volgens de gemeente moderne en veilige voorzieningen. Elke medewerker heeft een eigen slaapkamer. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes, zoals een huiskamer en keuken. Ook is er een beheerder aanwezig voor hulp en zijn er plekken voor sport, ontspanning en cursussen. Het is de bedoeling dat de woningen er over 7 maanden staan. De gemeenteraad van Druten neemt volgende week donderdag enkele belangrijke besluiten over de toekomst van 5 voetbalclubs in de gemeente. Op de raadsvergadering komt het college met het voorstel om in de komende 10 jaar 1,5 miljoen euro te besteden aan renovatie van de voetbalvelden. Daarmee zou de gemeente zo'n 40% van deze kosten voor haar rekening nemen. De gemeente financiert het project uit de algemene reserve. De 5 voetbalverenigingen hebben ongeveer 2200 leden, van wie er 1500 daadwerkelijk wekelijks tegen een bal aan trappen. Het college wil met het plan het verenigingsleven behouden en versterken. Het is inmiddels bijna een maand geleden dat de Duitse politie is begonnen met controleren aan de grenzen. Duitsland is met de verscherpte grenscontroles begonnen om de binnenlandse veiligheid te beschermen en om illegale migratie tegen te gaan. De Gelderse grensstreek maakte zich zorgen over oponthoud en lange files aan de grens. Maar nu, bijna een maand later, lijkt het allemaal mee te vallen. Een maand geleden zagen veel mensen er enorm tegenop. Tegen de lange rijen die de controles zouden veroorzaken. Ja, een beetje onzin. Alle terroristen zijn in het land, toch? Nou, ik vind er zoveel politie. Ik vind het echt wel. En net zag ik daar iemand aangehouden worden. Dus daar kijk je dan toch ook naar. Dat je denkt, oké. Er gebeurt wel wat hier. Ook Gelderse grensgemeenten sloegen alarm. Burgemeester Hubert Bruls bijvoorbeeld van de gemeente Nijmegen vreesde dat vooral grensbewoners last van de controles zouden hebben. Het is niet anders. We hebben ermee te maken, dus. Nu een paar weken verder lijkt het allemaal mee te vallen. Ik heb er nauwelijks iets van gehoord. Ik heb overal nog navraag gedaan voor dit interview. Niemand kan mij nou echt vertellen dat er nou hier bij ons, net over de grens, Kruisborken, zeg maar, dat district daar, dat daar nou iets gebeurd is. Nou, ik merk er niet veel van, hoor. Ik kom bijna elke week hier. Hoe vaak komt u eigenlijk over de grens hier in Duitsland? Eigenlijk wekelijks. Ja, meestal boodschappen doen of tanken. Ik woon vlak over de grens, dus dat is makkelijk. Niemand die mij heeft aangehouden of zo. Geen controle. De Duitse Bundespolizei heeft tot 30 september 50 mensen die de Duits-Nederlandse grens overstaken de toegang tot Duitsland geweigerd. Duitsland blijft zeker een half jaar het inreizend verkeer steeksproefsgewijs controleren.
Vandaag was het een licht wisselvallige dag en ook vanavond is een enkele bui niet uitgesloten. Morgen wordt wat dat betreft beter, want dan zal het waarschijnlijk droog blijven. De dag begint met een mix van zon en bewolking, maar later op de dag krijgt de zon steeds meer kans om te schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. De dagen erna verandert er weinig. Het blijft licht wisselvallig met temperaturen rond de 13 à 14 graden. Volgende week draait de wind naar zuidelijke richting en zou het misschien zelfs weer eens 20 graden kunnen worden. Dit was het RN7 Regio Nieuws van donderdag 10 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je alsnog de uitzending van Nu in de Bios, die oorspronkelijk voor gisteren werd aangekondigd. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.